Marcello Valletri. Leonne, hoi. Ja. Maar dat je dan afscheid neemt van alles. Het is wel een vraag die al vaak is geweest. Ik zal hem je niet helemaal specifiek stellen, maar hoe staat het daarmee? Nou, dan ben ik al de laatste jaren al mee bezig. Ik ben bijna, dat veel sporters kunnen me aanwassen, eenmaal boven die 30 komen en dat je één door de buitenwereld krijg je die vraag steeds. En je merkt ook wel dat had ik hem in het begin 30 nog niet zo heel veel, maar nu merk je wel dat je wat langzamer begint te herstellen. En het leven wat ik leid, dus echt alles ervoor open hebben, ja, dat moet je wel willen. Ja, en dat is de vraag. Ja, wat ga ik daar volgend jaar mee doen? Heel veel sporters hebben altijd over dat zwarte gat. Wat verwacht je daarvan? Nee, maar niet zo... Nee? Het is wel echt gewoon... Zwart. Het is echt heel zwart. Voetbal... 20 jaar op het allerhoogste niveau. Dus mijn levensstijl is dat ik 's ochtends ga trainen en voor de rest alles eromheen plan en kijk van moet ik het wel doen, moet ik het niet doen. Dus wat dat betreft moet ik me daar wel in gaan aanpassen. Maar ik ben niet zo bang dat ik straks denk van wat moet ik nou doen? Omdat ik nu al zoveel, ik moet al zoveel dingen afzeggen die ik niet kan doen, die ik heel graag wil doen. Dan komen er andere dingen. Hoe lang heeft het bij jou geduurd het leven? Het zwarte gat betekent niet alleen van hé, wat moet ik doen met mijn leven. Ik bedoel, ik had bijna direct al een heel leuk alternatief waarin ik los kon gaan. Helemaal los kon gaan als topsporter met hetzelfde gevoel. Maar wat mij natuurlijk wel dwars zat, is dat ik geen topsporter meer was. Dat die identiteit verandert. En die verandering in identiteit, ja, ik denk dat ik daar nu rust in heb gevonden. Maar hoe lang heb ik ze stuurd? 8 jaar. Zeker 26 jaar. Nee, ja, dat is voor iedereen anders. Ik ben wel benieuwd hoe je lichaam erop gaat reageren. Ja. Ik ben nu gewoon atletisch en ja, maar het is wel echt even hoor. Dat vond ik echt niet normaal hoe jij gewoon nadat je zwanger was er weer uit zat. Dat is gewoon asociaal. Ja. 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 Wees nou eens eerlijk. Ja, dan. Ja. Nou, dat is echt niet normaal. Nee. Ja, maar het kan. Lee, wat vond je ervan? F***ing lekker gegeten. Ja. Wil je niet schelden? Oh. Lekker gegeten. Daphne, echt super goed gekookt. Nee, we gaan zeker niet de credits aan Daphne geven. Marcello, super goed gekookt. Daphne, echt lekker. Geregeld. Goed geregeld, Daphne. En ik zit echt helemaal vol. Ik zit lekker. Helemaal vol, kutjes maar. Doei, sis. Doei.